Goedemiddag allemaal. Het is mij een eer om als man hier voor deze dames hier iets te mogen doen. Uiteraard. Het eerste wat wij deden is een melodie uit Turkmenistan, heet Bayati. De danspassen die Josephine daarop deed, hebben niets te maken eigenlijk met het origineel. Het is volkomen geïmproviseerd. Uiteraard is het wel zo dat als je naar die muziek luistert en je beweegt erop, dat er automatisch bepaalde dingen insluipen die wel in het origineel zitten. Dat vind ik eigenlijk het grappigste van het geheel. Ja, het tweede wat wij gaan doen komt uit Argentinië. Het is niet echt een tango, het heet eigenlijk een milonga. Maar in Nederland wordt zulks altijd gewoon als een tango aangeduid, omdat men hier het verschil niet zo goed kent. Wat zij gaat dansen is dus wederom niet echt een tango, maar gewoon zoals dat in haar overkomt, die muziek. Ja, nou ja. Thank you.